إن يعني فرصة سعيدة لكل الناس الذي عندهم الأول انتخابات ليهم هنا في هولندا، وأهلا وسهلا سعيد. Ze zijn welkom voor iedereen die voor het eerst mag stemmen. En, Zeg, Afif, heb jij je stembiljet al binnen? Ik heb, nee. Ik ook nog niet hoor, niemand nog. Moet ik dat nu aanvragen of zo? Nee, dat krijg je wel zelf, je stembiljet. Want 17 maart zijn de verkiezingen. Ja, مرحبا جميعا عم تسألني ماريسكا انه اذا اوريدي جبت الستيمبليت او اللي هي طبعا شو بيقولوا قسيمه التصويت فانا عم بقول لها انه لسه ما جبتها ابدا لهي وسالتها اذا انا لازم اعمل لها انفراغ او اطلب هذا الشيء ولكن هي بتصلني من حالها على البيت فما في داعي نعمل شيء. Ja, dus ik wou het dus met jou hebben over de verkiezingen. Ja, heel graag. En ik heb een vriendin die in de Tweede Kamer zit. Hè. Zij is Kamerlid. En dat is Kirsten van de Hul. Hi Kirsten. Hi Kirsten. Hi Maris. Hi Afif. Fijn dat je er bent. Dankjewel. Leuk om er te zijn. Ja, dus wij, ja, Afif en ik, wij hebben wat vragen over de verkiezingen. En omdat Afif natuurlijk nu voor het eerst mag gaan stemmen. Ja, wilde je natuurlijk wel heel veel weten. Heel veel weten van jou. Niet alleen ik. Nou, leuk. Ja, heel veel mensen die ook van de mensen die ik ken zijn ook eerste keer stemmers. Of ik weet niet hoe je dat moet noemen. Ja. Maar dus, wij hadden allemaal denk ik heel veel vragen. Ja. Het is natuurlijk heel anders. Hè? Politiek werkt in elk land ook heel anders. Dus, ik zal het heel even tolken wat wij gaan doen. Ja. عم تقول لي ماريسكا انه نحن بما انه الانتخابات طبعا قربت ب 17/3 فهي حبت تعمل كم حلقه عن الانتخابات وهي في عندها صديقتها بالبرلمان الهولندي كيرسن فان دن هيل هي معنا كضيفه اليوم بالحلقه فرح نسالها كثير اسئله عن الانتخابات وشو طريقه الانتخابات بهولندا مع انه بتختلف بين كل بلد وبلد الانتخابات. نعم. لك. Nou, wat is je eerste vraag? Ja, ik dacht om gewoon te beginnen. Ja, waarom moet iemand eigenlijk gaan stemmen? Waarom is het belangrijk? Ja, waarom is het belangrijk om te gaan stemmen? Nou, dat is een hele goede vraag. En ja, het is vooral heel erg belangrijk, omdat uiteindelijk jouw stem mede bepaalt wie er straks in de Tweede Kamer komt te zitten. En wie er straks in de Tweede Kamer komt te zitten, bepaalt uiteindelijk welke kant het land eigenlijk opgaat. Welke keuzes worden gemaakt, welke prioriteiten worden gegeven, welke dingen belangrijk zijn. En dat is best wel een groot verschil tussen verschillende partijen. Dus als jij één onderwerp heel erg belangrijk vindt, dan is het heel belangrijk om te kijken welke partij daarbij past. En wat gebeurt er als je niet gaat stemmen? Ja, dan gaat jouw stem verloren eigenlijk. En dan, ja, dat is eigenlijk heel jammer. Het is wel zonde. Ik zal het wel tolken. عم تقول كيرستن طبعا الواحد ليش مهم انه يصوت بالبرلمان سألنا هو سؤال ليش انا مضطر او ليش انا لازم صوت مثلا بهولندا شو بيجبرني او مو شو بيجبرني ولكن ليش لازم صوت عم تقول لي انه الصوت تبع الشخص طبعا اللي قادر على التصويت هو اللي بيحدد الاشخاص اللي بيفوتوا على البرلمان لحتى نبلش بهي النقطة وهدول الأشخاص اللي حيشكلوا حكومة منهم أكثر الأحزاب وهي الحكومة اللي راح تتخذ طبعا القرارات وحتى هدول الأشخاص حتى لو ما كانوا بالحكومة ممكن إنه يقدموا قراراتهم فلهيك لازم الواحد ينتخب لحتى يضمن إنه في أشخاص جوا بيحملوا نفس الأفكار والآراء اللي هو بيحب يشوفها بالبرلمان. نعم كيرسي jij zit al 4 jaar nu in de Tweede Kamer. Wat hoe vind je het en wat heb je allemaal kunnen bereiken? Nou, het is sowieso echt heel eervol om dit te mogen doen. Want ik ben één van 150 Kamerleden. En ik voel het als een hele grote eer, maar ook wel als een hele grote verantwoordelijkheid. Mm-hmm. Want ja, ik moet natuurlijk soms beslissingen nemen die gaan over heel veel mensen. Of ik moet eigenlijk het kabinet controleren of ze het wel goed doen. Mm-hmm. Dus ja, die verantwoordelijkheid is groot. Maar als dan het lukt om een idee ook echt te realiseren, dan is dat wel een heel goed gevoel. En dat is wel een van de meest trotse momenten uit mijn hele leven. Ja, ja. Mariska سألت كيرسن انه هي مع انه صار لها 4 سنين بالبرلمان فانه كيف حست هي البقاء بالبرلمان او انه الوجود بالبرلمان. هي كثير حبت هذا الشيء طبعا وقالت انه هو شرف كبير طبعا لها انه هي تكون
بالبرلمان وانه صح هذه المسؤولية كتير كبيرة على عليهم طبعا هن أعضاء هي واحدة من 150 عضو والمسؤولية كتير كبيرة عليهم ولكن إذا هي قدرت انه تحقق حتى بعض الأفكار يعني وتشوفها بالواقع فهذا الشيء لحاله عظيم يعني. Ja, jij zit voor de Partij van de Arbeid, hè, PvdA, in de Kamer. PvdA, ja. Ja, PvdA. En sta je weer op de lijst? Kunnen we ja, weer gelukkig wel. Yes. Gelukkig wel. Ja, ja, jullie kunnen weer op mij stemmen. Ik sta op plek 12. Ja. Mooi. عم تسأل مريسكا كمان إذا كريسة موجودة هلا بالمرشح طبعا للانتخابات البرلمانية جاي وهي موجودة على لائحة PVDA أو حزب العمل على رقم 12. إن waarom zouden waarom bijvoorbeeld zou Afif op de PVDA moeten stemmen? Ja, wat zijn nou de standpunten zeg maar van PVDA nou? Omtrent bijvoorbeeld immigranten, dat zijn natuurlijk veel van onze kijkers. Of omtrent van alles, zorg, onderwijs, culturele sector, alles en alles. Ja, eigenlijk een beetje. Nou, ik zal proberen. Kijk, al onze plannen, dat zeg ik eventjes vooraf, die staan hierin. Dit is namelijk ons verkiezingsprogramma. En dit hebben alle partijen. En mijn advies sowieso aan iedereen die voor het eerst mag stemmen, en eigenlijk altijd voor iedereen die gaat stemmen, is lees het verkiezingsprogramma. Mm-hmm. En daar staan alle plannen in, bijvoorbeeld over onderwijs, of over zorg, of over migratie. En alle partijen die hebben dat ook online staan. Dus dat is alvast één tip. De PvdA die vindt dat wij moeten kiezen voor een eerlijke toekomst. Dat is echt waar de PvdA voor staat. Eerlijk en fatsoenlijk. En dat betekent bijvoorbeeld extra geld voor de zorg en voor het onderwijs. Wij vinden het heel erg dat er nu eigenlijk te weinig mensen in de zorg willen werken en dat er ook een groot tekort is aan leraren. En we vinden het heel belangrijk dat alle kinderen goed onderwijs krijgen en goed leren lezen en schrijven en een fijne juf of meester voor de klas hebben staan. En dat vinden we heel belangrijk. En wat betreft de wereld vinden wij dat we solidair moeten zijn. En daarom willen wij ook een humaan migratiebeleid. En vinden wij bijvoorbeeld, en daar hebben we de afgelopen 4 jaar hard voor gestreden, maar is helaas niet gelukt, vinden wij bijvoorbeeld dat wat er nu is gebeurd in Moria, dat echt heel erg is dat ons parlement uiteindelijk niet een meerderheid kon stemmen voor het voorstel om bijvoorbeeld de kinderen hier naartoe te halen na die vreselijke brand. Wij waren van mening dat dat wel moest. Dus dat zijn een paar voorbeelden uit ons verkiezingsprogramma. Waar je dus meer over kan lezen op de site. Ja, dat is, ik zal proberen het te tolken. Het was een beetje veel voor mij. Maar ja, even proberen. De eerste heel goede tip, dankjewel daarvoor. Verkiezingsprogramma. En dan tala alleen aan het hebben, bienchor, het programma, het intikabi, het tabak, het Arabi ismo, bienchor, het site tabak, het tabak, het hezeb. فينا نعمل داونلود ونقرأ بكل رواق يعني نشوف هذا الحزب لشو شو بيقولوا يعني الستامبنس تبعه شو انطلاقاته شو بيقولوا يعني البليفز شو رأي what is it الرأي as well yeah okay yeah فالرأي الأحزاب طبعا كمان بالنقاط المعينة مثلا إن كان بال so ja, wat is nou immigreren? Dat weet ik ook niet meer. Hijra. Zo rijden hen bij omhoor al hijra, of zo rijden bij omhoor taalim, of zo rijden bij omhoor sahije. Kirsten, ja, je spreekt ook Arabisch natuurlijk. Heel erg bedankt voor het helpen. Ja, maar misschien kan je... Shukran ala wajaba. Shukran. Maar misschien kan je zelf een paar programmapunten in het Arabisch. En dan mag jij het weer voor mij tolken. Oh, nou, dan doe ik dat. Is dat niet leuk? De laatste keer, en ik heb alle siyasa bil Arabi. En daarnaast de lucht Arabi in Tunis, als je kijkt, en ik heb bil Arabi. En Rajli, hoe we met Masr. En veel beet, en ik heb voor beide aan bil Masri, zoja. Ja, en ik heb die lucht, zoja, lege Masriya. En dan heb ik bij een lege Masriya. Zoja. النقطة الأهم أظن في البرنامج الـ PvdA
كل الناس عندها أو عنده إمكانية يعني خلايك كانسة أفيف يعني خلايك كانسة دي الأهم فرص للجميع بالضبط. أظن لو أنت عايز النقطة الأهم في البرنامج كلها دي النقطة. بس هو يعني حزب متوسط معناها هو يعني بالضبط. مش خاين اكستريم بارتي اتس جون بس yeah. احنا عايزين المجتمع تكون اكتر سوشيال ان ايرلك ان فتسونلك. Goed gezegd. Dat ik weet niet wat fatsoenlijk is in het Arabisch. Ik denk dat het ook gewoon iets van eerlijk, fatsoenlijk, dat netjes, well behaved, decent. Decent. عادل شيء عادل وشيء يعني يكون فرص للجميع شيء يعني الحزب عم يحاول يوفر فرص للجميع. عم يحاول يوفر فرص عادلة حتى أو يعني نسب عادلة حتى إنه الجميع يكون عندهم نفس الفرص تقريباً بكل شيء. بالضبط. صار لك في التعلم بس كيرس. بس أنا هبنيوت. ليش أنا فتالت ده شيء ده سبورت إيرس إن العربي spreekt over politiek en dat zij Arabisch heeft gestudeerd en dat haar man uit Egypte komt en dat ze ook thuis een beetje Egyptisch praat. Dus heeft ze een Egyptisch accent? Dat kon ik niet echt heel veel merken, eerlijk gezegd. Maar ja, een beetje. Je hebt natuurlijk van alles. Je hebt meer, ik merkte wel meer iets van Tunis of Marokko. Of Tunesisch accent. Zoiets een beetje. Maar ja, Arabisch, ja. Leuk. En jouw man gaat dan ook voor het eerst stemmen? Ja, klopt. Ja, dit zijn ook de eerste verkiezingen dat hij als Nederlander mag stemmen. Ik hoop natuurlijk op mij. Ja, hoop ik. Ja. Wij hopen het voor je. Want stem is geheim. Wist je dat, Afif? Ja, dat had ik een beetje begrepen. Ja. Maar oké, hoe werkt het eigenlijk? Hoe kunnen mensen stemmen? Nou, je krijgt dus je stem, je oproepkaart. Mm-hmm. En daarmee ga je naar het stembureau met je paspoort. Dus je moet paspoort of je ID-kaart meenemen. Mm-hmm. En op het stembureau krijg je een stempapier. Dus daar, met al die vakjes op, dus met al die namen van kandidaten. Mm-hmm. Dus daar staat Kerstens naam ook bij. En je moet één van die vakjes rood kleuren. Okay. Met een potlood rood maken. Mm-hmm. En in een grote bus doen. En dat doe je dan in een hokje? Dus, Ja, dat doe je op het stembureau in een stemhokje. Dus er kan niemand zien wat jij inkleurt. Oh, bis alle een soort het tasweet, geef me een sawit, nog gewoon bij Hollanda. عم تقول إنه بنستنى طبعا لجينا الأوبرو بريف اللي هو طبعا الاستدعاء للتصويت مثلا فيك تسمي هل زيت دان دار أوك إن دات أوبرو بريف هل زيت إن سورت تايتستيب سيخ ما أوف نه إن داخ تس فان 17 مارت فان هالف 8 تط 9 uur s'avonds ja precies dus niet dat je bijvoorbeeld in je أوبرو بريف staat je mag stemmen tussen 11 en weet ik veel 12 die dag want stemmen is ook voor één dag alleen hè het is alleen 17 maart oké. Want in Amerika was dat heel anders bijvoorbeeld, toch? Daar doen ze het voor dagenlang. Van best wel een nog even tariet dat soort van. We staan er zien dat we aan de stedaat dat soort die we hebben sabotage. Klaat het als de intichabat. We hadden haar naar de markaz intichabi. We voet naar jouw taban. We nemen mijn hawiye of jawaz het sefer. Taban hasseren de Hollandiën die kadrin hele aan het soort. وبقلب هذا المركز نحن بيعطونا ورقة في عليها كل أسماء الأعضاء وكل الأحزاب المشاركة بالانتخابات وبعدين بنفوت على مثل غرفة صغيرة مثل غرفة القياس يعني تقريبا وهنيك فينا بقلم أحمر بنحدد خانة واحدة على هاي الورقة وبعدين بنحطها بالصندوق بالبرة ولكن ما حدا بيقدر يعرف شو صوتنا أو لمين صوتنا أو حتى إذا كتبنا شيء أو ما كتبنا شيء. Maar ik had wel één vraagje. Ja. Dus je moet eigenlijk maar één vakje dus rood kleuren. Ja. Wat gebeurt er als je bijvoorbeeld twee rood kleurt? Ja, dan is die ongeldig. Dus dan telt je stem niet dus mee. Dus je kan niet op twee mensen bijvoorbeeld stemmen? Nee, dan is je stem ongeldig. En als je bijvoorbeeld iets daarop schrijft of wat dan ook, dan is het ook ongeldig. Oké. En we hebben ook een actie waarmee in Oman had Ayashi al waar uit de intichabata, waar uit de tasweet. فقط بس نلون الخانة لأنه إذا بيكون في أي علامة أو كلمة أو أي شيء أو مثلا إذا اخترنا خانتين فبيصير الصوت لاغي وبتصير هاي الورقة لاغية. En nog een belangrijk woord zit ik te denken voor de verkiezingen is lijsttrekker. Lijsttrekker. Ja. En kan je daar wat over zeggen? Waarom ben jij niet de lijsttrekker? Of wat?
Nou, elke partij die kiest een lijsttrekker. Tenminste, de meeste partijen kiezen die. Sommige partijen benoemen die. Mm-hmm. Dus daar is niet echt een verkiezing. Dat is de nummer 1 op de lijst. Mm. En dat is een belangrijke persoon, want die doet ook alle verkiezingsdebatten, de grote dan. Want mm-hmm. ik doe ook een boel verkiezingsdebatten over bijvoorbeeld onderwijs mm-hmm. of over vrouwenrechten. Ja. Dat zijn de debatten die ik doe, omdat dat mijn onderwerpen zijn. Maar de lijsttrekker die doet bijvoorbeeld de debatten op televisie. En dat is natuurlijk belangrijk om bekend te worden. En wie is de lijsttrekker van de PvdA? Dat is sinds kort een nieuwe lijsttrekker. De eerste keer dat we een vrouwelijke lijsttrekker hebben. Daar ben ik heel trots op. En zij heet Lilianne Ploemen. Ja, dat is leuk hoor. Zo, wat goed. Dat is ook een goed punt voor de PvdA in ieder geval. Het is allemaal eens kijken. Via energie is mijn lijsttrekker bij Holland. Dus hoe gaat de lijsttrekker van de Ahzab Siyasiya? Het is allemaal Arabi, maar aan die straat kan ik het terugmoe. هو طبعا الشخص اللي بيكون رقم واحد على اللائحة الانتخابية هو طبعا بيكون فيكم تقولوا الممثل تبع الحزب فيعني إذا صار أي انتخاب أو إذا صار أي دبات إذا صار أي حوارات مثلا على التلفزيون أو أي حوارات رسمية ممكن هذا الشخص هو اللي يمثل هذا الحزب وأما إذا بيكون في مثلا حوارات اختصاصية مثلا مثل كيرسن مسلمة التعليم أو زي هاد أونلايز أن زي فراورخت سوري مثلا حقوق المرأة حقوق المرأة exactly yeah. فمثلا كيرستن مسلمة التعليم أو مواضيع التعليمية ومواضيع حقوق المرأة فهي اللي ممكن أن تعمل هدول الحوارات فمو دائما نحن بحاجة إلى اللايستريكر لأنه يكون في حوار مع الحزب ولكن اللايستريكر هو الممثل الأكبر للحزب خلينا نقول Ja, en ik denk een van de belangrijkste onderwerpen voor deze verkiezingen is toch hoe de klimaat crisis en hoe we dat gaan aanpakken, hoe we op andere energie overgaan, energietransitie. Is de PvdA ook een beetje groen? Zeker. Mm-hmm. En wij vinden het vooral heel erg belangrijk dat we dat ook eerlijk doen. Dus dat het niet zo is dat bijvoorbeeld bedrijven doorgaan met vervuilen, terwijl gewone mensen hele hoge kosten moeten betalen om duurzamer te worden. Mm-hmm. Dus dat vinden wij heel belangrijk, dat we de kosten wel echt eerlijk delen. تسأل ماريسكا أنه هل كمان حزب العمل هو حزب أخضر أنه هل هو حزب كمان بيآمن بالطاقة البديلة وأنه نحن نوقف استعمال الغاز ولا البنزين ولا أي شيء يعني أنه نحن نقلب على الكهربائيات كيرسن عليه طبعا نحن حزب أخضر ولكن نحن كمان ما لنا بس حزب بيفرض على الشعب أنه هو يساوي كل شيء ولكن نترك الشركات الكبيرة يلوسوا الجو ويعملوا أي شيء من غير محاسبة يعني فأنا عم يحاولوا أنه يلاقوا حل يرلك حل عادل لكل الأطراف يعني إنه بحيث إنه الشركات يعني ما بعرف لازم يلاقوا حل للتلوث تبعهم وبحيث إنه البيوت ما تدفع هاي الضريبة أو هاي الغرامة الكبيرة الصراحة بسبب إنه الشركات ما عم تلوث وبس هيك. Interessant. Ja. Leuk. Ja, ik heb nog één punt wat misschien nog wel belangrijk is dit jaar. Want dit zijn natuurlijk wel bijzondere verkiezingen. Omdat er corona nog is. Ja. Ja. En normaal gesproken zaten we nu in de campagnetijd. En dat betekent normaal gesproken dat alle politieke partijen heel druk zijn met campagne voeren. En dat je op straat bijvoorbeeld mensen tegenkomt in gekleurde jassen van de kleur van de partij. De PvdA-kleur is rood bijvoorbeeld. En dat iedereen dan flyers geeft. Dit is mijne bijvoorbeeld. Oh ja. Mag hij hem niet heel groot maken en dan op een muur zetten en zo? Heb ik ook. Hij hangt hier op het raam. We hebben grote posters ook. Oh, ja, dat is die beeld. Kan ik zo aankomen? Nou, die kan ik wel sturen als je dat leuk vindt, Maris. Ja, leuk. Maar nu kunnen we natuurlijk niet op straat flyeren en zo. Nee, dus wat we nu doen, we doen veel van deze flyers nu bij mensen in de brievenbus. Ja. Maar het is dus wel een beetje anders dan normaal. Normaal zouden we nu op straat, bij de winkels, op het station, overal mensen van politieke partijen, vrijwilligers, zou je tegenkomen. En bij de PvdA is altijd één ding bij ons als we campagne voeren. Het is ook ons logo. Een roos. Dus normaal gesproken krijg je van de PvdA altijd een rode roos. Oh, ja. Maar ja, nu kunnen we niet meer campagne voeren. Dus nu gaat alles door de brievenbus. Kan alles. Dit jaar is gewoon een digitale campagne. Dus wordt het net als alles eigenlijk. Alles een beetje digitaal geworden. عم تقول كيرسن انه بهالوقت من السنة طبعا كل الأحزاب السياسية بتكون شغالة بالكامبانيا أو بالحملة الانتخابية تبعها. إن كان من توزيع، إن كان من طباعة صور، إن كان من بتشوفوا عالم بالشارع دائما لابسين مثل جواكيت الأحزاب أو عم يوزعوا فلايرات للأحزاب،
ولكن السنة بسبب كورونا ما رح ما صار شيء من هذا الشيء ولا رح يصير غالبا. فكل شيء عم يصير يعني ديجيتال، كل شيء عم يصير عن طريق السوشيال ميديا، وحنشوف أول مرة يعني هاي انتخابات كتير غريبة طبعا بما أنه جت بوضع كورونا. ف ik ben heel benieuwd. Nou. Nou ja, heel erg bedankt. Heel erg geleerd. Dankjewel, Kirsten. Nou, jullie bedankt. En Afif, heel veel succes met het maken van je keuze. Ja. Dankjewel, ja, ja. Dankjewel. Ja, dat heb ik al gemaakt, denk ik. Maar, nee, dankjewel. Dat komt goed. Nou, dankjewel dat ik de gast mocht zijn. Leuk. Ja. En nou... succes deze periode. Heel veel succes. En dankjewel. Dat je weer in de kamer gestemd wordt. Yes. Dankjewel. En nou ja, voor ze Saïda, maar lil koele nes, die عندهم el awwel intakhabat li hum hana fi Hollanda, wa ahlan wa sahlan. Nou, ja. Smaatu ma fi da'i tarjum lkom taban yani bil arabi alta. Ze zijn nou, ze zijn welkom voor iedereen die voor het eerst mag stemmen. Ja. Dus dat heel leuk. Nou, ja, heel veel geleerd, hè? Ja, heel veel geleerd. Succes en tot de volgende les. Oké. Okay.